Goedemorgen allemaal, welkom bij dag 3 voor mij hier in Singapore. Het is de tweede ochtend dat ik hier ben wakker geworden. Ik ben al klaargemaakt, ik heb gedoucht, mijn haren gewassen. Ik ben gisteren denk ik om 2 uur 's nachts gaan slapen. Omdat ik gewoon bezig was met schoonmaken. Ik heb alles gedweild, geregeld, afgestoft. En ik ben eindelijk klaar. Ik moet straks nog wel even een kussen gaan halen. Dat ga ik in de winkel hier op campus halen. En verder moet ik nog mijn airconditioning regelen. Dan heb ik mijn ochtendritueeltje gedaan. Een beetje gebeden. Mijn wierookje is daar achteraan. En ik was mijn mantel aan het luisteren. Dus dat is allemaal gedaan. En I'm ready to go. Ik heb deze korte broek aan. Lekker comfy, echt warm buiten. Deze shirtje van Tommy. En mijn I Love Honors tas van school. Toen ik media en excellentie. Daarvan is dat nog. Ik wil jullie wel snel een klein overview geven van de kamer. Nou, ik heb mijn bed dus helemaal opgemaakt. Dit is het bed dat ik gekocht heb. Kussentje moet nog komen. Even kijken. En dan hier mijn bureau. Hier zijn mijn make-up spulletjes. En hier heb ik verder alle ruimte voor schoolwerk. Dan heb ik dit spiegeltje die ik gisteren bij heb gekregen bij de shampoo. En die gaat zo aan. En dan hierboven, laat me hier beginnen, heb ik wat boekjes. Mijn JBL speaker. En wat waardevolle cadeautjes die ik meegenomen heb en gekregen heb. Zo. En als laatste een hartje kopje die ik van mijn papa heb gehad. En dan de badkamer. Ik heb net gedoucht. Ik heb geprobeerd het schoon mogelijk te maken. En dan mijn spulletjes daar. En dat is wat het is voor zover. Maar het heeft me wel tijd gekost. Ik was gisteren, ik ben niet eens tegen 2 uur gaan slapen. Ik denk pas tegen 4 uur zo slaap ben gevallen. Want het was natuurlijk heel warm. Maar goed, ik ga kijken of ik de kussen kan kopen. En de airconditioning kan regelen. En dan neem ik jullie mee. Oké, ik ben nu bij de lunchplek. Ik koop van alles en nog wat. Van gebakken snacks tot aan boba iced tea. En dan verse juice bedoel ik. En ook vers fruit. Ik heb weer vers fruit genomen. En die betaalt gewoon per stuk. Ik denk dat watermeloen 50 cent. Dit 60. Dit ook 1 euro. Of 1 dollar bedoel ik. En dit ook iets van 1 dollar. Ik ga mijn fruit lekker opeten. En dan richting de supermarkt. En ik heb deze keychain gekocht, want we hebben een huissleutel. En het is heel gewoon handig om deze bij te hebben. En ook als je je sleutel in je tas doet, dan is het heel makkelijk te vinden. Maar ik ben weer in de supermarkt, want ik wil een van deze kussens gaan halen. En dat is veel beter dan wat ik bij de IKEA zag. En deze zijn 8 dollar per stuk. Dus dat is prima. Maar goed, verder heb ik via een... vriend van Nederland een nummer gehad waar ik waarschijnlijk een koelkast wil bestellen. Dus ik ga dan zo meteen naar bellen en dan kijken of ik dat kan krijgen. Maar goed, ik ga nu verder shoppen en dan spreek ik jullie zo weer. Terug in de kamer. Oh mijn god, het is nu 12:30. Oh, ik heb zoveel gelopen en gedaan en ik moest allemaal dingen regelen en de studentpas, studentvisa. Waarvoor ik nog heel veel dingen moet uitprinten. Want ik heb niet alles bij de hand.
Ik ben dus weer naar de supermarkt geweest. Ik heb een kussen gehaald. Deze kussen. Verder heb ik wat chips gehaald als snack. Ja, het is meer die hartige bites. Een cakeje. Deze zie ik echt overal terug. Dus ik ben benieuwd. En het is ook best wel zacht. Dan ben ik nog een toen ben ik naar de NTU winkel gegaan. En daar hadden ze dus allemaal merchandise van de universiteit hier. En hier zo. Een map gekocht. Met het logo van NTU erop. Heel leuk. Maar hier heb ik het allemaal blaadjes. En ja, dat kan ik tijdens de les goed gebruiken. Let's see. Dan heb ik een broek gekocht. Dus dat is deze. Het is gewoon een hele simpele short. Maar het is ook wel lekker om in te slapen, I guess. Dit is ook met een NTU logo erop. Ik heb een keychain. NTU all over it. Want je hebt dus een sleutel en een soort van druppel voor je kamer. En als je die kwijtraakt, dan moet je $50 betalen. En als zij voor je vergeten binnen, dan moet je $20 betalen om je kamer open te laten maken. Ik heb Pokésticks gehaald, alleen deze heet de Pepero met white chocolate. Ik heb nog een kaart van de universiteit gehaald, vond ik leuk. En die wil ik graag bij mijn collectie kaartjes die ik in mijn kamer heb. En dan het belangrijkste. Ik moest dus een netcard of een cashcard halen. En ik begreep niet wat ermee bedoeld werd. Want ik heb dus een airco-kaart voor de airconditioning. En die kaart werkt alleen als je geld opzet. Nu is het zo dat er een machine is bij een gebouw beneden. Maar daar kun je dus alleen met Nets betalen. Dat is dus de bank account pas die zij hier hebben. En daar kunnen wij dus niet meer betalen. Of een cashcard. En ze zei tegen mij, ja, je moet naar 7-Eleven gaan. 7-Eleven. 7-Eleven zit letterlijk aan de andere kant van campus. Ik weet niet hoe ver dat is, maar misschien wel een half uur ongeveer. En ik begreep het gewoon niet. Ik bedoel, ik vroeg het aan mensen om mij heen. En zij zeiden, nou, dat heb je helemaal niet nodig. Wat ga je bij 7-Eleven doen? Terwijl ik zei, ja, dat is mij 2 keer gezegd, want ik ben het nog gaan navragen. Dat was dus gebeurd. Nou, ik heb het gisteren weer nagevraagd. Zij is weer 7-Eleven. Ik dacht dat 24/7 open was. Was niet zo. En toen vroeg ik het vandaag bij de bus aan wat andere studenten. En die gaven mij aan dat ik dat helemaal niet nodig heb. Of dat ik daar helemaal niet heen moet gaan. En dat het gewoon een apparaat hier is beneden. Nou, ga ik nu naar het apparaat, staat er inderdaad een netcard of een cashcard. En een cashcard is gewoon een soort van tegoed kaart. Waar je geld op waardeert. En dat kan je dus gebruiken. Zo'n apparaat. En dat is dus gewoon heel vervelend. Want dat heb ik niet. En daarvoor moest ik dus naar 7-Eleven gaan. Wat ik heb gedaan is, ik heb een van de studenten gevraagd voor mij te betalen. En ik heb hem dan gewoon geld gegeven. Maar het spannende nu. Ik heb de kaart. Waar hopelijk geld op staat. Hier. En die moet ik dan volgens mij voor mijn airco houden. Oeh. Even kijken. Had het aan moeten gaan? Moet ik het ervoor blijven houden? Oké, wacht. Alle elektriciteit aan. Nou, ik... Nee, dat is de fan. Voordat ik naar beneden ben gegaan, ben ik maar gaan aankloppen bij mijn buurvrouw. En... Heel dom. Maar... Je moet er maar gewoon insteken. Echt. Een heel gedoe. Maar oké. Dat is achter de rug. Ik zet jullie even neer. Dat is eindelijk gefixt. God, in die hitte geslapen had ik gisteren liever maar iemand gevraagd. Ik heb gisteren gewoon op een heel hard bed geslapen. En ik had heel veel pijn. Ik ga vanavond super lekker slapen op een kussen. Och, zo happy. En de lunch die ik heb gehaald is van een Indiase sandje. En die is kapot gevlogen. Ik heb een naan gehaald en chicken 69 ofzo, kipstukjes. Hallo, het is nu 6:30, een aantal uurtjes later. De laatste 2 dagen ging ik gewoon door achter elkaar door. Maar ik voel nu pas die jetlag echt heel erg. En ik heb s'avond ook niet goed geslapen, want ik vind dat mijn bed best wel hard is. Ondanks het echt een dik matras is. Ik ben eindelijk wakker. Ik zit achter mijn computer, want ik moet wat schoolpapierwerk regelen.
Ik ga kijken tot hoever ik dat kan afkrijgen. Ik vind het wel jammer dat we niet meer uitleg krijgen. Want ik vind zelf dat ik dat persoonlijk echt nodig heb. Maar goed. Ik accepteer het feit dat het dan niet heel helemaal in de puntjes is geregeld. Maar dat ik dat nu even zelf ga uitzoeken. Dus daar ga ik de komende uurtjes mee aan de slag. En dan zie ik jullie straks weer. Ik heb trouwens een koelkast kunnen fixen. En die wordt morgenavond geleverd. Dus wel netjes, want dan heb ik eindelijk een koelkastje in mijn kamer. De airconditioning is ook geregeld, dus alles komt langzamerhand wel netjes af. Ik had deze broodje gehaald vanmiddag. Ik ben trouwens wel echt heel blij met mijn kamer. En ik heb schoongemaakt. En mijn uitzicht. Ik ben heel tevreden mee. Oké. Het is heel zacht. In Suriname heb je van die zachte broodjes. Die zoete zachte broodjes. En daar ruikt het naar. Zo ziet het eruit. Ik denk we gaan dan door de helft breken. Oh. Nou, er zit geen vulling in, wat ik al had verwacht. Het is gewoon denk ik een bepaalde smaak. Toch? Ja. Het is lekker. Het is gewoon een zoet broodje. In Frankrijk heb je deze ook. Maar dan met een andere textuur. En ik dacht dat er een vulling in zat, want je hebt ook chocolade en andere smaken. Maar dat is het niet. Het is gewoon een zacht broodje. Ik ben afgelopen uur bezig geweest met het online dingen regelen. Het wil niet echt lukken, moet ik zeggen. Dus ik ga er straks weer mee verder, want het is nu inmiddels al 7 uur. Het is nog licht buiten, dus dat is wel heel fijn. Maar voordat alles dicht gaat, wil ik even wat warm eten halen. Want gisteren had ik echt heel erg honger in de avond. Ik ga nu wat eten halen dan en dan kom ik weer terug in de kamer. Ik denk dat ik pas tegen eind deze week, wanneer ik alles geregeld heb qua papierwerk en school en vakken, dat ik pas echt naar buiten ga om te wandelen en extra dingen ga kopen in de town hiernaast. Omdat ik nu gewoon eerst alles voor elkaar wil hebben, want ik vind het gewoon een beetje onzinnig om nu te gaan wandelen en naar buiten te gaan als ik nog niet alles gefixt heb. Maar goed, ik ga dus even eten halen en dan ben ik zo weer in de kamer. Ik heb wat kip met frietjes meegenomen. En ik heb een ijsje gehaald. Hij is wel heel sterk, dus ik ga er zo wat meer water bij toevoegen. Maar het is een lemon ijsje en hij was maar 1,40 als ik het goed heb. En voor dessert heb ik watermeloen meegenomen. Watermeloen is echt een van mijn favoriete fruit. En ik ga nu denk ik gewoon even Netflix kijken en bezig met de dingetjes die ik nog moet doen. En dan spreek ik jullie later weer. Misschien zal vandaag niet zo interessant geweest zijn, maar morgen begint mijn school. Ik probeer jullie wat mee te nemen. En ik hoop dat ik bij morgen alles gewoon gefixt heb. Dus dan kan ik gewoon de week goed beginnen. En dan wil ik graag naar buiten gaan en het hier allemaal gaan exploren in Singapore. En ook weer gewoon actief gaan sporten en dergelijke. Want ik ben een beetje bijgekomen. Ik was vorig jaar niet zo zwaar. En gewoon door de drukte in Nederland maakte ik gewoon geen tijd voor mezelf om echt te gaan sporten. Dus dat wil ik hier weer lekker oppakken. En met het warme weer dan zal je snel zweten. Mijn ogen lijken heel donker. Dat komt door de mascara die is uitgelopen tijdens het slapen. Maar oké. Dan spreken jullie straks weer. Oké, iedereen. Mijn dagje zit er vandaag op. Ik ga naar bed. Ik ga nog wat laatste dingetjes doen op de computer. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende vlog. En tot dan. Stay happy. Mwah.